Dico Koppers, welke wedstrijd was meer bizar? Die van vandaag tegen Vitesse of vorige week thuis tegen Heracles? Nou, ik denk toch wel die van vorige week. Die, dat we nog zo weggeven met 10 man, dat was verschrikkelijk. Maar gelukkig hebben we nu de 3 punten weer teruggepakt. En op wat voor manier? Dico Koppers maakt een doelpunt. Ik denk dat veel mensen in Nederland even op hun hoofd krabben. Ja, misschien wel. Ikzelf misschien ook al een beetje. Maar goed, dat ja, is alleen maar mooi als je je eerste goal maakt en dan ook zo belangrijk. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Jij bent stijf links volgens mij, maar dat doelpunt maakte je met je rechtervoet. Kun je daar meer mee dan erop staan? Ja, dus blijkbaar. Ja, blijkbaar wel. Ik doe het niet vaak, maar ja, als je hem goed raakt, dan kan alles binnenvliegen natuurlijk. Maar het was heel beheerst, hè? Ja, ja, dat was de enige manier om hem binnen te schieten. Ik kan wel wild gaan schieten, maar dat had geen zin gehad. Dus ik denk, ik probeer hem te plaatsen en ja, hij vloog binnen. Wat werd er in de kleedkamer gezegd na afloop? Want de overwinning was nou niet bepaald verdiend, denk ik, dat we allemaal hebben kunnen constateren. Ja, maar ik denk dat als je in zo'n situatie zit, dat het niks uitmaakt hoe je hem haalt. Vooral bij Vitesse uit, ja, van tevoren had niemand het verwacht, denk ik. Dus ja, dat interesseerde ons eigenlijk helemaal niks en dat was groot feest in de kleedkamer. Kan ik me voorstellen. Wie verzorgt dan de muziek? Anouar Kali. Ik ben niet echt altijd heel erg fan van zijn muziek, maar deze keer kon ik het wel hebben.